Universiteit van Nederland legt uit. Waarom krimpt je brein als je veel piekert? Als je te veel piekert, dan neemt het aantal verbindingen in je brein af. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat leg ik je uit aan de hand van deze wasknijpers en deze draden. Als je te veel piekert, dan maak je het stresshormoon cortisol aan. Cortisol wordt aangemaakt door onze bijnieren in ons lichaam. Die zie je hier. Onze bijnier stuurt cortisol via de bloedbaan rechtstreeks naar het brein. Wanneer cortisol in ons brein komt, dan bindt die op zijn eigen receptor, zijn eigen grijpertje, zeg maar. Dus die zitten op onze hersencel en daar bindt die dan op. En zo zijn er meerdere in ons brein. Als we te veel gaan piekeren en er heel veel cortisol wordt aangemaakt en deze allemaal gaan binden in ons brein, dan stuurt ons brein een signaal terug naar de bijnier om te zeggen van oh, stop jongens, we hebben genoeg cortisol in ons brein nu en gaat de bijnier net minder cortisol aanmaken. Bij het chronisch piekeren wordt er zodanig veel cortisol aangemaakt. Deze gaat eigenlijk al onze grijpertjes overbelasten en onze grijpertjes worden op den duur ook minder gevoelig. Dan gaat cortisol vrij rondzwerven in ons brein. Dit zorgt dan voor lokale ontsteking op die plaatsen. Die ontsteking zorgt voor afname van onze beschermende eiwitten in ons brein. In normale situatie hebben we van die beschermende eiwitten overal in ons brein die ook op zijn eigen grijpertjes vastzitten. Die beschermende eiwitten die zorgen ervoor dat onze bestaande verbindingen in ons brein goed beschermd blijven, ook voor de aanmaak van nieuwe verbindingen, en ze zorgen dat afvalstoffen goed in het brein worden afgevoerd. Als je te veel gaat piekeren, dan gaat eigenlijk de hoeveelheid aan beschermende eiwitten afnemen. En daardoor krijgen afvalstoffen de kans om zich op te stapelen in ons brein. Door die opeenstapeling van afvalstoffen gaan verbindingen beschadigd raken en zelfs kunnen ze verdwijnen. Het verdwijnen van die verbindingen gebeurt voornamelijk op de locaties in ons brein waar veel cortisolgrijpertjes aanwezig zijn. Een van zulke regio's in ons brein is de hippocampus. Deze regio is specifiek verantwoordelijk voor ons geheugen. We zien bijvoorbeeld bij mensen die extreem veel piekeren, bijvoorbeeld patiënten die lijden aan een zware depressie, dat die hippocampus gemiddeld gezien kleiner is dan bij gezonde controledeelnemers. Dat kan ook verklaren waarom je bij te veel piekeren geheugenklachten krijgt. Vooraleer we gaan piekeren over wat er gebeurt bij het piekeren, kunnen we ook nadenken over wat we hier tegen kunnen doen. Ten eerste is het belangrijk dat je goed en voldoende gaat slapen. Dit zorgt er namelijk voor dat er afvalstoffen worden afgevoerd. En voor nieuwe aanmaak van onze beschermende eiwitten. Meer bescherming dus. En wat als dat goed slapen mij nou niet lukt? Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen ons ook helpen bij de aanmaak van die beschermeiwitten. Denk maar aan mindfulness, meditatie of yoga. Tot slot kan je voldoende bewegen, want we zien namelijk dat sporten gaat zorgen voor lagere cortisolaanmaak in ons lichaam en dus ook in ons brein. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met stress. Kortom, neem voldoende ontspanning of ga eens een rondje rennen, want dat zorgt voor meer verbindingen in ons brein. Is het gevaarlijk als een vliegtuig ineens 30 meter naar beneden valt? Ik ben Nikki en in de volgende aflevering leg ik je uit hoe turbulentie ontstaat en waarom je er geen zorgen over hoeft te maken.